Hey YouTube, welkom weer bij Bier en Spijs met Thijs Tijd. Ik had gisteren in de review gezegd dat ik vandaag een mystery bier zou doen. Deze mystery bier heb ik toen gekregen van met de kerst van Mark en Menno van Zeeland. Met bier met Menno, onder andere. En ja, een bier, een mystery bier. Dus gaan we gewoon zo kijken wat we het gaan doen. Nogmaals, voor iedereen die een voorspoedig 2021. Dan komt een uitskat voor de deur. Dag toveren weer. Altijd leuke katers. Dus die kwam uit de kast vandaan. Ik ga me in ieder geval de mystery bier opentrekken. Kijken wat het is. Ik weet het natuurlijk niet. Dus we gaan het zien. Zoals je ziet. Ook het dopje is gewoon afgeplakt. Dus ik weet echt niet wat het is. Dus we gaan ook weer inschikken. Ik herken hem misschien wel. Het is een IPA. Zo te zien is hij aardig troebel, je kan er niet doorheen kijken. Mooi lichte koolzuur. Mooie schuimkraag. Op de schuimkraag ook mooie bubbels. Hij doet heel goed, maar hij valt niet heel snel weg. Dat is alleen positief. Dus we gaan hem nu maar aan de neus doen. Kijken of ik een leuk gerecht erbij kan doen bij deze mystery beer. Hij is heel erg hopperig, heel erg... Ja, vrij compact qua geur, maar niet verkeerd. Ik heb misschien wel een idee welke het is, maar wat mijn vermoeden naartoe gaat. Dus we gaan hem even proeven. Nou, je merkt echt dat hij een beetje wat hij opbrug heeft, frisheid van een citroentje, dus de citroenlimoen, wel erg lekker, niet verkeerd. Ja, ik ga ervan uit dat het een Jopenbier is van de Haarlemse Stadse brouwerij, waar ik zelf ook vandaan kom uit Haarlem. Dus we gaan ook kijken of ik het goed heb dat het een IPA is. Dus we gaan het de mystery weer uitpakken. Dus we gaan even kijken. Ze hebben hem wel lekker ingepakt met plakband, zo te zien. Altijd leuk als je het open krijgt. Als er iemand van plakband houdt, is mijn vriendin wel met inpakken. Altijd leuk met plakband. Nou, in ieder geval, ik had hem wel goed. Dit is in ieder geval een Jopenbier. Het is een nijpa. Ik dacht eerder aan een IPA. Dus de Blurred Lines nijpa. Ik vind hem erg lekker. Gewoon wat ik zeg, van heel erg citroenerig. Ook in de smaak, gewoon lekker fris, fruitig, dat gewoon echt heel mooi ook in de zomer kan. Even beter uitpakken, als het vanaf is. Even kijken, wat is het? In ieder geval met watergerst, tarwe, haver, hop, gist. Nou, in ieder geval... Ik vind hem erg lekker, dus ze zeggen hier, de taste is een creamy nijpa is een fruity flavor bomb with a fresh taste explosions of citrus, passion fruit, peach, pineapple en mango. Cloudy appearance. Nou, in ieder geval met de citrus had ik in ieder geval goed, maar de... En in ieder geval de rest van die smaak komt niet dicht tegen, dus we gaan hem even goed proeven.
Nu dat ik ook weet dat er nu een IPA is, proef ik ook echt die perskin terug. En die ananas proef ik ook wel een beetje in terug. Maar die passievrucht, die proef ik totaal niet. Maar in ieder geval voor een bier van 5,3% vind ik hem erg lekker, fris. Is goed te doen bij een lekkere frisse salade. Bij een lekkere seitung. Gewoon echt goed stevig visje. Salm zou ik niet doen, want die salm overheerst. Of lekker bij een mooi dessertje. Gewoon lekker fris, vrijdag sorbetje. Daar pas je prima bij. Ik wens iedereen een hele goede week. En je ziet mijn review snel weer. Mochten jullie het leuk vinden, klik op like. En wil je meer van me zien, abonneer je hieronder. Ik wens jullie een heel fijn weekend en tot snel, YouTube.